Yes, yes, dames en heren. Super leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe update video. Allereerst druk natuurlijk eventjes op het duimpje omhoog. We gaan voor die 3000 likes, dus hopelijk kunnen we dat hitten. Abonneer natuurlijk eventjes op ons kanaal om helemaal niks meer te missen over Fortnite. En als je zou willen, kun je natuurlijk nog steeds ons supporten in de itemshop met de support A creator code. Te veel gevraagd. Wie de code ook heeft gebruikt is Jahad6762. Hij heeft namelijk de Dream Feed gekocht. Die ga ik sowieso nog een keertje halen. En Jahad, heel erg bedankt daarvoor. Echt dikke shout-out naar jou. En je weet ook nog eens 1000 V-Bucks. Gefeliciteerd. Goed jongens, laten we snel doorgaan naar het eerste topic. Ik heb niet al te veel nieuwtjes, maar zeker wel weten we wel interessant nieuws. Dus laten we er gelijk in duiken. En dit gaat over Season 10 en PC-spelers. Namelijk PC-spelers die straks Season 10 willen spelen, straks nog Fortnite willen blijven spelen. Ja, die moeten hun computer misschien wel upgraden, want in Season 10 moet jij minimale ondersteuning hebben van DirectX 11, oftewel 11. En wat betekent dit? Nou, dat heeft helemaal te maken met jouw videokaart. Als je namelijk een wat oudere videokaart hebt, van misschien 5 jaar geleden, dan heb je misschien wel het probleem dat jij die ondersteuning niet hebt. En dat betekent dat jij geen Fortnite kan spelen wanneer Season 10 gaat beginnen. Hoe kun je dit oplossen? Nou, heel simpelweg, een nieuwe videokaart kopen. Ja, daar komt het simpelweg wel op neer. En hoe kun je checken of je DirectX 11 hebt? Nou, dat is heel erg simpel. Dan moet je deze stappen eventjes doen. Heel erg makkelijk. Gewoon iets intypen. Een bepaalde key doen. En ja, letterlijk, je ziet het wel staan. Dus volg deze stappen. Windows key en dan R. En dan eventjes DXDiag intypen. En dan kun je gewoon kijken of jij die ondersteuning hebt. Ik heb het zelf ook gecheckt. Ik had gelukkig DirectX 12, dus ja, ik heb waarschijnlijk geen problemen. Maar hey, waarom doet Fortnite dit? Dat is wel een apart dingetje natuurlijk. Want dit gaat er waarschijnlijk voor zorgen dat heel erg veel PC-spelers gewoon wegvallen. Tenminste, dat is wat ik wel denk dat er gaat gebeuren. Nou, ze gaan dit doen omdat ze dan hogere graphics in de game kunnen toevoegen. Want op dit moment zijn ze een beetje gelimiteerd. Dus ze gaan er gewoon voor zorgen dat iedereen gewoon een nieuwe videokaart gaat kopen. Dus misschien hebben ze een leuk dealtje. Nou, oké, dat ook weer niet. Maar in ieder geval, de game wordt uiteindelijk wel beter. Maar ja, dat kan wel wat gaan kosten. Want een videokaart is vaak een van de duurdere dingen die je kan kopen voor in je computer. Ik raad je aan om wel gelijk een wat betere te kopen. Want dan draait ten eerste Fortnite natuurlijk beter. Maar ook voor in de toekomst is het gewoon chiller. Want ja, je kunt letterlijk langer met je PC doen. Laten we doorgaan naar het volgende topic. En dit, mensen, gaat over de inkomsten van Fortnite. Namelijk best wel negatief. We zien hier namelijk een lijstje: PC, console en mobiel. En dit is een top 10 lijstje met de meest verdienende game, zeg maar. En we zien Fortnite eigenlijk alleen bij console op nummer 1 staan. En wat betekent dit? Ja, dat ze best wel bergafwaarts gaan. Namelijk, als we de vergelijking doen tussen april en mei, en dit lijstje is van mei, dan zien we dat ze 38% minder omzet hebben gehad. Namelijk, in mei hebben ze een omzet gehad van 203 miljoen. Dus over de consoles, over de PC's en over mobiel. En dat is dus 38% minder dan in april. Dus dat is behoorlijk omlaag gegaan. En hoe gaan ze dit nu oplossen? Natuurlijk, Season 9 heeft enigszins wel een kleine boost gegeven. Maar blijkbaar niet genoeg. Dus in Season 10 moeten ze nog verder gaan met bepaalde dingen. Ik weet niet precies hoe ze dat gaan oplossen. Maar ja, bepaalde dingen van Fortnite gaan nu eenmaal gewoon omlaag. Dat zien we met meerdere dingen. Dat zien we namelijk qua views, qua zoekresultaten, qua misschien wel spelers. Dat kan ik niet zeggen, omdat er geen cijfers over bekend zijn. Maar in ieder geval, bepaalde dingen gaan zeker weten omlaag bij Fortnite. Dat is natuurlijk jammer om te zien. Maar goed, het was natuurlijk ook extreem hoog. En op dit moment gaat het ergens plateauen. Wanneer dat gebeurt, we hebben er al een keertje eerder een video over gemaakt. Dat is nog de vraag. Maar ja, in ieder geval, deze cijfers, ja, ze zijn weer lager dan verwacht. Maar ja, laten we allemaal hopen dat Season 10 Fortnite gaat redden. Laten we doorgaan naar het volgende topic. En dit, mensen, gaat erover dat Fortnite een nieuwe Twitter heeft. We weten natuurlijk dat Nate Nanzer, dat hij zeg maar de competitive scene van Fortnite helemaal heeft overgenomen vorige maand. Nou, hij heeft zijn eerste grote stap genomen om een nieuwe Twitter te laten aanmaken, namelijk FN Competitive.
competitive. En wat is dit precies? Nou, het zegt het in principe al. Fortnite gaat hier letterlijk alles over competitive tweeten. Dus dat is de eerste grote stap die Nate Nancer heeft gemaakt. Dus die nieuw is bij Epic Games. En ja, dit is denk ik een heel goed dingetje. Want Fortnite, de normale Twitter, die tweeten niet zo vaak over competitive, omdat het anders te spammy was. En nu kunnen ze letterlijk gewoon alles tweeten, lekker veel clips spammen op die app FN Competitive. En ik zal eventjes een linkje in de beschrijving achterlaten als je die wil volgen. Volgens mij heeft hij behoorlijk veel volgers als ik eventjes nu kijk. Oh, hij valt wel mee. 23.000 op dit moment dat ik de video opneem. Het valt nog redelijk mee, maar niet heel erg veel mensen weten er misschien nog van af. In ieder geval, je kunt hem volgen als je de competitive scene interessant vindt. Laten we doorgaan naar het volgende topic. En dit, mensen, is een nieuwe knop die door iemand is gevonden. Namelijk, als je iets wil kopen in een itemshop, dan kan het zo zijn dat je misschien ook deze knop te zien krijgt. Namelijk confirm of back. Dus dat is letterlijk een extra, ja, security. Dat je zeg maar niet per ongeluk een skin of een dungeon of iets koopt. Dus dit is denk ik wel beter dat Fortnite dit erin gaat doen. Maar op dit moment is het volgens mij voor niemand meer te zien. Omdat eigenlijk niemand meer op dit moment het te zien krijgt. Iemand heeft het wel gezien. Het is er weer heel erg snel uitgehaald blijkbaar. Maar dit kunnen we wel zien in de toekomst. Misschien was het een kleine test. Zou natuurlijk ook kunnen. Maar ja, een confirm knop is zeker weten geen slecht idee natuurlijk. Ze hebben natuurlijk al geactiveerd dat je kan refunden vlak nadat je een aankoop hebt gedaan. Maar ja, dit is misschien een extra iets. Ik weet het niet. Laten we doorgaan naar het volgende topic. En dit, mensen, gaat over de Breakpoint Challenges. Zoals je hier ziet, dit is waarschijnlijk een skin die je moet kopen in een soort van pack. En daarbij krijg je dus V-Bucks, maar moet je wel challenges doen. En dat is makkelijk, namelijk daily challenges. En ja, dat is letterlijk heel erg makkelijk. Dus letterlijk daily challenges doen. En dan krijg je V-Bucks en uiteindelijk natuurlijk ook misschien wel extra dingetjes die bij de Breakpoint skin horen. Misschien wel een backbling, misschien wel een pickaxe, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, V-Bucks zit er sowieso bij. Laten we doorgaan naar alweer het laatste topic. En dit, mensen, gaat over een nieuw rap. Jullie zien hem hier. Dit is de nieuwe rap, die was geencrypt, is nu gedecrypt door FireMonkey. En ik moet zeggen, heel erg simpel. Niet heel erg bijzonder, maar ik dacht, ik laat het toch eventjes aan jullie zien. Mensen, dit was het alweer voor deze video. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Laat dan natuurlijk eventjes een blauw duimpje omhoog achter. Zal heel erg gewaardeerd worden. Abonneer natuurlijk eventjes op ons kanaal om helemaal niks meer te missen over Fortnite. En je kunt ons natuurlijk supporten in de itemshop met de code. Te veel gevraagd. Mensen, geniet nog eventjes van de gameplay hier in beeld. En tot de volgende video. Peace out.